U bent vandaag onze eerste spreker in de nieuwe reeks AZ-lezingen. Kan u ons even een korte biografie geven? Ik ben van opleiding architect. Ik ben vlug beginnen schrijven over architectuur. In de laatste jaren werk ik voornamelijk als criticus, maar ook als ontwerper dan wel, als scenograaf. Dus het maken van ruimtelijke installaties met voor tentoonstellingen, voor musea. Ik veronderstel dat uw lezing vanavond ook in die richting te zoeken is dan. Ja, ik heb het vanavond speciaal gedaan in functie van de studenten om over die tentoonstellingsarchitectuur in te zoomen. Omdat het een link legt tussen beeldende kunst, tussen architectuur, tussen ruimte, tussen verhalen vertellen, tussen poëzie in de ruimte brengen. Ik dacht dat het een interessant verhaal is, ook om dat te brengen naar samen met een stukje interview dat ik in de tijd gedaan heb met de Amerikaanse kunstenaar Jimmy Durham, die voor mij, mij als het ware wakker heeft gemaakt van, om de vraag te stellen van wat is eigenlijk de essentie en het wezen van architectuur. En dat is niet altijd bouwen. En dat vind ik intrigerend om die grens op te zoeken van niet bouwen, maar toch in ruimte bezig zijn en ruimtelijke installaties maken. Dus als ik het goed begrijp, heeft de interview u aangezet om niet rechtstreeks meer met architectuur bezig te zijn, maar meer de zijpaden te gaan verkennen? Wel, die zijpaden hebben mij altijd gefascineerd, omdat de raakvlakken van architectuur met beeldende kunst, literatuur fascineert mij ook. Eigenlijk kan je je leven vullen met alleen maar schrijven over architectuur. Architectuur is ook wat je erover vertelt. Het is niet altijd het gebouwde. En ik zal de lezing eindigen met het verhaal over Kinshasa, de imaginaire stad. Wat een tentoonstelling is die ik zowel inhoudelijk mee heb vormgegeven, als ook hoe dat het in Venetië op de Biennale in het Belgisch paviljoen werd tentoongesteld. Omdat die tentoonstelling fundamenteel de vraag stelt van wat is een stad? Kun je dat wel tonen, een stad? En zelfs kun je een stad hebben zonder architectuur. En eigenlijk vind ik dat het meest moderne en het intrigerende om over architectuur te spreken zonder een gebouw te laten zien. Oké, we kijken uit naar uw lezing. Veel succes.